Goedendag iedereen op deze 19 december 2020. Ik ben hier aan de grensovergang, dus hier op deze locatie nog te Nederland. En dus na het rondpunt komt u België binnen, Vlaanderen, de zone van Stekene. En aan de linkerkant kunt u ook gaan naar Sint-Gilles-Waas. Het is hier ook momenteel 9 uur 25 op deze zaterdag 19 december 2020. Je ziet hier al de drukte. Je loopt verder. Ik zeg, het is ook het weekend voor Kerstmis, dus extra boodschappen die bij velen in belang zijn. En dan hier nog een keer de kilometer. Aanduiding, dus Antwerpen 31 kilometer, Brugge 63, Sint-Niklaas 12 en Hulst 4. Dus hier is men al in Nederland, maar gewoon de stad Hulst is op nog een viertal kilometer. Ik ben nu op die route van 4 kilometer, dus richting Hulst. Hier heb je ook wel veel Belgische nummerplaten, want bezoekers, het is hier ook een viswinkel. Mangus, en dat is ook dus een locatie, ja, het is een tweetal kilometer van de grens, dus ja, men komt hier zijn boodschappen doen. Terug hier de linkerkant richting België. En dus rechts gaat u verder naar het stationsplein. Dus verder de aansluiting met de N290. En daar ook is het bord aanwezig tussen Nederland. Is men al 2 kilometer in Nederland, maar we laten ons zeggen, de aanduiding. Het was natuurlijk even schrikken gisteren toen het nieuws kwam van men kan België mee binnen zonder een attest. Vooral omdat, ja, nogmaals hier die grens echt symbolisch is. Ik zeg, iedereen had er wekelijks gewoon over. Maar let er gewoon weg ook niet meer op dat het een grens is. Ik vraag hier even de buitenbaan, dat is de N290, om te fietsen, te joggen. Goeiedag. Goedemorgen. Ik ga even doorrijden tot locatie stationsplein. Ja, hier is het fietspad niet meer direct verbonden aan de route van N290.
Dan hier de locatie van de Aldi. Ik zeg, mensen die gewoon zijn van hun boodschappen hier te doen, blijven gewoon hun boodschappen doen. In het weekend hier. En ook het verkoop van de kerstbomen is hier terug. Dat is ook wel goed om te weten. Dus hier vlak naast de Aldi. Er zijn toch wel redelijk veel Belgische bezoekers op grensboodschappen hier. Ik zeg, de gewoonte blijft, als men zo ziet, in het algemeen. Dat is gewoon de gewoonte. Ik zeg, wat men gewoon is, verandert men vaak niet. Hier nog de havenvoortparking met de verkoop van de broodjes. Het Michel Stadspad, het pad om naar de andere kant van Hulst te gaan en die verbinding heeft hier met de havenvoortparking. Dus momenteel is het 10 uur in Hulst.
Zo 10 uur, beste mensen. Dus wel nog, ja, nog niet zo laat. Even naar de locatie gaan van de Lidl. Ja, de Action winkel is dicht, maar er is natuurlijk wel licht. Dus mensen kunnen wel denken dat hij open is. Het personeel is wel aanwezig. Je ziet daar zijn bezig. En ook duidelijk vermelding hier. Gesloten in verband met de lockdown natuurlijk. Hier de locatie van de Inhulst van de Malstedenweg. Nu ga ik richting van de Lidl. Dus hier Lidl Hulst. Ja, hier is het wel helemaal niet druk. Als je zo in het algemeen ziet voor de zaterdagochtend, toch wel redelijk weinig mensen. Thank you.
is meestal het centrum van de stad die, laten we zeggen, afziet van de winkels die dicht zijn. Hier aan de linkerkant een politievoertuig. Ja, ook mondmasker in de wagen. Aankomst Hentse Poort. Terug hier een zicht op de mooie decoratie. Ja, de eerste dag van de lockdown waren er redelijk veel winkels open. En dat gaf ook zo'n indruk van, ja, er is hier eigenlijk geen harde lockdown, want alles is open. Maar dat was omwille van het postpunt en ook andere zaken. Nu is dat verstrengerd naar de omzet van de essentiële goederen. Dus hier natuurlijk die superette hier. En dan hier. Ja, het is toch open, die Poolse winkel. Er staat gewoon mondkapje verplicht. En ook in het Pools. Ja, dan hier is er heel wat veranderd. Na één dag was de HEMA terug dicht. Men heeft ook gezegd van, ja, de essentiële goederen, dat is maar een kleine omzet. Dus die winkel gaat terug dicht. En dan ook hier de kruidvat, ja, die is open. Voel me, een redelijke kleine winkel, maar zoveel volk heb je hier niet. Hè. Ik zeg, het is een zaterdag, zoals je ziet. Je kan hier zonder probleem gaan winkelen. Hè. Er is geen enkele file. Dan de locatie van de Primera is ook dicht. Ik had dat gehoord op het net. In het nieuws. Of is die nu niet dicht? Ik denk van wel. Ah nee, die is nog momenteel nog niet dicht. Maar of zal misschien eens dicht gaan, want ook omwille van het postpunt dat hier is, heeft dat niet voldoende omzet in de rest van de producten die niet mogen verkocht worden. En dus hier is ook hetzelfde principe, afhaalpunt. Dus afhalen is mogelijk via bestelling en zo. Hier terug de drukte van Belgische bezoekers. En ook Nederlands natuurlijk. Voilà, dan Ethos is open. Dan hier die afvalpunt van het ijs is momenteel dicht. Terug, dat was ook open, maar bon. Precies bepaalde dagen en dan hier de boulangerie bakkerij. Dat is natuurlijk open. En
dan hier ook de Leonidas? Dat is voor mij toch wel een vraagteken. Hoe komt dat dat open is? Chocolade is essentieel dan blijkbaar. Hè? Hey, zoveel is te beter dat het open is, maar zie, de interpretatie is soms toch wel heel vreemd van die zaken hier. En dan ook aansluitend die kaashandelaar hier. Het is wel bijzonder rustig hier in de winkel. Er is momenteel niemand. De kaaswinkel is ook wel rustig. Maximaal 5 klanten tegelijkertijd binnen. Gelieve bij drukte 1 per gezin. Ja, dat is hetgeen dat we kennen van overal. Zoals je ziet, het is zaterdag en je hoeft zelfs geen file te doen. Hè. De grote markt terug hier. Dus de horeca die al dicht is, meer dan 2 maanden. Nog 2 maanden en een week al. En dan hier ook natuurlijk. En hier in de tijdelijke lockdown hebben ze een afhaalstand gemaakt. Dus dat is hier, ja, dat is blijkbaar nog altijd ter beschikking hier, een afhaalstand met drankjes en zo. En voor de rest, zoals je ziet, het is het doorstromingsverkeer momenteel hier, hoofdzakelijk. Ik zeg, mensen blijven niet ter plaatse. Je ziet toch wel veel Belgische bezoekers. Ik zie toch wel overal dat ik toch zeg, tja, zoveel volk toch, links en rechts. Maar waarschijnlijk voor de gewoonte van, gewoon het boodschappen doen. Ja, deze straat is meestal rustig hier. De Steenstraat. Ik zeg nogmaals, die kerstmis 2020, dat kan de geschiedenis ingaan. Hè. Het is echt ongelooflijk. De feiten en zaken die dit jaar gebeurd zijn. Dan hier het locatie horeca van de bierkaai. Dan hier heb je ook Pita Hulst, maar blijkbaar is er geen markering meer van een pitazaak. Het is volledig opgedoekt blijkbaar hier. Of een renovatie, maar er is dus geen niets meer te merken van een zaak. Dan de Kapteins Koffie daar. Hier die locatie die te huur staat van de voormalige fietsmaker, die toch wel een tweetal jaar weg is. En dan hier zie je ook wel nieuwe nieuwbouwwoningen. Nee, dat is ook wel interessant. Hier hebben ze een stuk bijgebouwd. En dus daar ook het nieuwe stuk. Dan hier ook de restaurants. Niet direct zie ik hier. Ja, normaal gezien is hier ook wel een afhaalpunt. Maar nu zie ik toch wel op deze zicht een volledige sluiting. Maar hier staat er nog open. Open voor afhaal en bezorgen. Bij de Rodos hier.
Het is ook wel bijzonder stil op vandaag, voor een zaterdag. Maar ja, nogmaals, ik zeg die horeca die dicht is, de supermarkten, kan men in principe alles in eenmaal kopen en men is terug weg naar huis. Hè. Hier nog even die kerstboom opnieuw in beeld brengen. We kunnen dus wel zeggen, hier voor nu een zaterdag, er is niemand op deze locatie. Ja. Thank you.
Zo aankomst Hulst busstation op deze 19 december 2020. Wat kan je hier zien? Het gewone beeld van iedere dag. De lijn 20. Waar je dus praktisch 7 dagen op 7 geen reizigers voor hebt. En die bijzonder duur is. Dus Goes via Terneuzen. Zit er iemand in die bus? Nee, er zit terug niemand in de bus. Dan hier heb je de bus richting Antwerpen normaal gezien. Die komt hier ook. En dan verandert gij in lijn 19. Je ziet Breda station. Dus dat is met één halte Antwerpen-Hallewijn. Of eventueel de Noorderlaan van Antwerpen. Dus één van die twee haltes wordt bediend. En dan rijdt hij direct door tot Breda. Zo, beste mensen, einde van deze film. Ik zou zeggen, wilt u op de hoogte blijven, doe een YouTube-account open. U kunt abonnee worden en dan krijgt u automatisch een mail als er nieuwe video's worden geüpload. Dat is ook wel nog belangrijk, dus... De video's mogen niet gedownload worden of stukken genomen worden om een eigen montage te maken. Natuurlijk is streamen op sociale media toegestaan via embedding of via gewoon de link. Ik zou zeggen aan iedereen, tot de volgende keer.